Vandaag stel ik jullie graag de nieuwe Scarlett vierde generatie reeks voor. In totaal gaat het om 5 producten, 3 Scarlett interfaces en 2 studio packs. De eerste interface is de Scarlett Solo, dan hebben we de Scarlett 2i2 en Scarlett 4i4. De studio packs bestaan uit een reeks accessoires die je erbij krijgt, zoals de CM25 studio microfoon, de SH450 gesloten hoofdtelefoon, de nodige kabels en een microfoonstatiefje. Los van die accessoires heb je de keuze tussen een Scarlett Solo en een Scarlett 2i2, afhankelijk van hoeveel in- en uitgangen je precies nodig hebt. Waar zitten de grote verschillen tussen de Scarlett derde generatie en de vierde generatie? Allereerst gebruiken we in de vierde generatie de befaamde RedNet converters. Deze ADDA converters van ongeziene kwaliteit in een interface in deze prijsklasse. Het belang van een ADDA converter is een optimale vertaling te krijgen van het analoog geluid dat opgenomen wordt en het digitaal geluid dat terug afgespeeld wordt. Op die manier kan je perfect je instellingen beoordelen voor je EQ's, je compressors en je DAW en een perfecte mix bekrijgen. De rest van de verbeteringen zitten op microfoonvoorversterkervlak. Ten eerste hebben we 69 decibel gain, genoeg om zelfs de stilste studiomicrofoons geruisloos te versterken. Daarnaast hebben we nu 2 air-functies. De air-functie is afgeleid van de bekende ISA Focusrite preamps. Zat ook al in de voorgaande Claret-reeks, maar nu hebben we een extra preset erbij gekregen. De standaard air-functie, presence, boost de hoge frequenties om meer helderheid in je opgenomen signaal te verkrijgen. De harmonic drive zorgt voor een klein beetje oversturing, meer harmonische, een beetje een smiley curve in de EQ, waardoor je echt een gebooste, gehypte opname hebt, ideaal om bijvoorbeeld stemmen op te nemen voor podcasts, online radio. De 2 laatste functies die nieuw zijn, is enerzijds clip save, dat ervoor zorgt dat als er clipping optreedt tijdens je opname, het opnamevolume automatisch verlaagd wordt. En auto gain is ideaal voor de beginnende engineer, producer, muzikant, die een opname wil maken met de optimale settings, maar er zelf niet helemaal thuis in is. Door autogain in te schakelen, gaat de interface 10 seconden luisteren naar hetgeen je speelt of zingt en op die manier de optimale instellingen vanzelf gebruiken. Bij de Scarlett vierde generatie interfaces komt er enerzijds een monitoring-app, Focusrite Control 2. Hierin kan je al je instellingen van de preamps wijzigen, opslaan voor de toekomstige opnames, aparte hoofdtelefoonmixen maken, noem maar op. Alles wat je kan instellen van de interfaces kan je in de Control 2-app. Daarnaast krijg je 2 licenties voor DAW's, namelijk Ableton Live Lite, die blijft werken, of een 3 maanden abonnement op Pro Tools Artist. En tenslotte krijg je ook nog toegang tot de Hitmaker Expansion Bundle. Deze bevat een heel aantal plugins die je in je DAW naar keuze kan gebruiken om je productie helemaal op punt af te werken. Enkele voorbeelden van deze plugins zijn XLIN Audio Addictive Drums, Antares AutoTune Access, de Focusrite RED 2 en 3 Equalizer en Compressor, BX Console, noem maar op. Het lijstje is bijna eindeloos. Als je tot nu nog niet overtuigd was om voor de Scarlett vierde generatie te kiezen, kan dit de doorslaggevende factor zijn.